Ja, daar zijn we weer. Een nieuwe Grown Up in a Toy Shop. Ik heb er vet veel zin in, want ik mag weer speelgoed uitpakken. En ik heb weer rare speelgoeddingen voor jullie uitgezocht. En eigenlijk heel erg voor mij. Het is het meest voor mij. En ik dacht, nadat we nu een kip hebben gehad en een monster, is het misschien wel extra lachen om nu klein te gaan. Waarom niet 3 leuke kleine speelgoedjes? Mijn oma zei altijd, wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Ik dacht, we gaan het kleine eren. Eentje is een beetje retro. Die had ik namelijk al heel erg lang. Die vond ik. Ik was allemaal shit aan het opruimen. En toen vond ik deze nog helemaal in de verpakking. Ergens achterin een doos. Dus ik denk dat die zeker een jaar of 8 of zo oud is misschien. In ieder geval toen dacht ik ook al. Leuk speelgoed. Ik koop het. En ik heb er gewoon nooit meer omgekeken. En nu kwam ik hem tegen. En dacht ik, oh, dat is wel heel erg leuk. Dus ik heb er eigenlijk 2 vriendjes voor hem bijgekocht, zeg maar. Let's get started. Dit is een Dizzy Dancer. Oké, wat zie ik in eerste instantie? Fur real. Nou, dat is sowieso een goede grap. Hij is super cute. Hij heeft een soort van, kijk nou, een soort ding uit zijn hoofd. Do you dare to Dizzy? Zeker. Altijd. Ik weet niet helemaal precies wat er dan nu met me gaat gebeuren. Waar word ik dizzy van, mensen? En er zijn allemaal kleine vriendjes. Met ook allemaal van die rare soort van punkkapsels. Oh ja, en wat ik wel echt heel erg grappig vind, en dat is natuurlijk vooral voor onze Nederlandse vrienden, maar ik kan het wel uitleggen aan onze Engelse kijkers. En dat is, deze heet dus Beatrix. Onze koningin, de vorige, die is nu prinses. Heel verwarrend vind ik dat altijd. Maar die heette Beatrix. Dus volgens mij is dat een soort van grap. Ik vind het wel irritant met zo'n hoofdletter K ertussen. Waarom moet dat dan weer? Hij lijkt niet heel erg op Beatrix. Laten we hem open gaan maken. Ik ben wel benieuwd wat deze Dizzy Dancer doet. I'm a Dizzy Dancer. Dancer for money, do what you want me to do. I'm a dizzy dancer, dancer for money, dancer for what you want. Oh, even kijken. Wat is het? Bellenblaas ding bij? Hij is vuil, schattig. Oh. Oh, met losse voeten. Kijk. Ik vind het wel leuk dat het zo'n bolletje is. Een soort schattig. Kijk. En dit is best wel zwaar. Je moet het niet tegen iemand zijn hoofd gooien. Als je ruzie hebt met je partner en dan gewoon zo. Ik begreep dat er best wel veel kinderen ook kijken. Heel leuk. Hallo kinderen. Maar eigenlijk is het natuurlijk bedoeld voor jullie ouders. Omdat ik vind dat die veel meer moeten gaan spelen. Dus zorg gewoon dat je 's avonds wat speelgoed rond laat slingeren. Zodat je ouders daar lekker mee kunnen spelen. En dan kan je ze de volgende dag over horen of ze wel gewoon goed gespeeld hebben. Hij is los. Oh. Oh. Dat is een heel vies pieletje. Het design zit zeg maar ook hieronder. Zie je met die sterretjes en zo? Het doet me een beetje denken aan die trollen van vroeger, weet je wel. Maar nu. Nu pakken we natuurlijk het bellenblaasding. En dan. Oh ja, oké. Dit is zo'n ding. Oh. Het is eigenlijk dirty dancing. Laten we het proberen. I had the time of my life. Maar hij is al een soort van helemaal. Ik weet niet, het puntkapsel gaat alle kanten op. Hij draait. Het is een tol. Het is gewoon een tol. Het duurt wel lang. Hm. Ja. Ben je op een gegeven moment ook zat, toch? Oh, nou danst hij op muziek. Woe. Dit vind ik een heel goed idee. Oh. Zeg ik het zelf. Oh, hij is wel echt een ballerinaatje. Of zij? Ik denk dat het wel leuk is als je 3 of 4 van dit soort dingen hebt. Dat je dan zeg maar samen met iemand ieder een plaat. En dan kijken wie het langst hem niet laat vallen. Het is wel een soort van metafoor voor het leven. Want hij, als hij valt, gaat hij gewoon door. Failure is geen probleem. Hij is helemaal wild door geworden. Zijn haar zit helemaal plat. Hij kan dus ook, kennelijk. Eruit! Waarom? Wat is de lol als je gewoon. Omdat je hem dan op je hoofdkant hebt. Dus het idee is dat je dan
Als je er meerdere koopt, wat niet meer kan, want het is al 10 jaar oud speelgoed waarschijnlijk. Als je er meerdere koopt, dan kan je dus verschillende kleurtjes. En dan kan je deze dus bijvoorbeeld een gezellige blauwe broek aangeven. Is het een broek? Ja, nou ja, aan de onderkant. Ik kan gel in zijn haar doen. Een beetje zo... Zo James Dean. Nou, Dizzy Dancer. Het is wel een heel leuk dingetje.